In Barcelona hebben honderdduizenden mensen gedemonstreerd voor de onafhankelijkheid van Catalonië. Door het hele centrum liepen betogers met vlaggen en werden leuzen gescandeerd als Independicia, Catalaans voor onafhankelijkheid. Vanuit vier verzamelplekken in de stad werden grote doeken gedragen naar het centrale plaats aan de Catalunia. Daar sprak de Catalaanse regio-president de menigte toe hij feliciteerde de betogers met hun deelname aan de demonstratie. Het protest begon om 17 uur 14 een verwijzing naar het jaar 1714. Op 11 september van dat jaar viel Barcelona na een lang beleg in handen van Spaans-Franse troepen tijdens de zogenaamde successieoorlog. De regionale feestdag wordt de laatste jaren aangegrepen voor massaal protest door separatistische partijen en organisaties. Referendum op 1 oktober kunnen inwoners van Catalonië in een referendum stemmen over onafhankelijkheid. Het Spaanse constitutioneel hof heeft het referendum verboden en premier Ayoui noemde het referendum een waanidee. Tegen Puigdemont en andere lokale bestuursleden is een strafproces gestart voor het organiseren van het onafhankelijkheidsreferendum. Volgens peilingen zijn ongeveer evenveel Catalanen voor de afscheiding als tegen. Wel zo zeker driekwart van de Catalanen willen dat de centrale regering toegeeft aan de roep om een officieel referendum.